Bij de wederopbouw van Indonesië wordt ook aandacht besteed aan de uitbreiding van de veestapel. In Australië is daartoe fokvee aangekocht dat per motorschip Tabinta naar Indonesië werd overgebracht. Behalve runderen kwamen bij deze eerste zending mee varkens, kippen en konijnen. Dit vee wordt over de gehele archipel verdeeld en zelfs vliegtuigen worden bij het transport ingeschakeld.